is. We kijken naar Mollem en Machtes, live vanuit Tsjechië. Zou je misschien denken dat ik in een soort oud klooster zit, maar niks is minder waar. Ik zit gewoon in een verbouwing. Dit is mijn keuken momenteel. Sorry daarvoor, maar dit is gewoon het beste licht. Dus vandaar dat ik hier gewoon lekker blijf zitten. Maar goed, daarvoor zijn we natuurlijk niet hier, want aflevering 4 van Wie is de Mol is net geweest. Ik heb daar ongelooflijk van genoten, want ik vond de opdrachten erg leuk. De eerste twee die waren, redelijk makkelijk, in ieder geval overzichtelijk. Opdrachten waar we de kandidaten wat beter leren kennen. En dat is voor deze groepen best wel belangrijk, vind ik. En we hebben ook nog een beetje een expeditie Robinson-achtige situatie. Met vuur maken, met zwemmen, met kokers. Kortom, ik vond het echt een hele toffe aflevering. Dan is er eindelijk weer een bondje. We hadden al een bondje natuurlijk van Joshua Splinter. Daar is nu een damesbondje bijgekomen. Die is wel van korte duur natuurlijk, want een van dat bondje heeft helaas het veld moeten ruimen. De eerste vrouw. En dat is ook nog Lakshmi. Vind ik echt oprecht heel jammer. Ik vind dat een hele leuke, frisse, sprankelende kandidaat. En ze had er vooral ook heel veel zin in. Dus ja, helaas, Lakshmi moest naar huis. Eigenlijk zit ik vanaf het begin al een beetje op Rocky en op René. Ik denk echt wel dat de mol dit jaar een vrouw is. Maar er zijn toch in deze aflevering weer dingen gebeurd dat ik toch een beetje ben gaan switchen. Misschien wel naar Splinter en Marije. Nou ja, er is van alles gebeurd. Dus laten we het gewoon eens even bespreken. Want ik ben natuurlijk ook heel benieuwd wat jullie er allemaal vinden en denken. Maar goed, ja. De eerste opdracht. Mijn verdenkingen. Ja, de eerste opdracht was een redelijk makkelijke opdracht. Er werden vragen gesteld en er moest antwoord gegeven worden. Simpel is dat. En dat was wel echt een hele toffe lift. Nou, dat hebben ze helemaal mooi gedaan. Splinter. Hij is natuurlijk de penningmeester en hij mocht de groep in twee splitsen. Er moesten 3 vragenstellers komen en 4 kandidaten die antwoord geven. Hè? De algemene kennis, die was heel erg belangrijk. Dus ik denk, nou, Splinter, die kiest wel voor degene die antwoord wil geven. Want Splinter is een hele slimme, pintere jongen. Al zijn biechten, dat zijn soort gedichtjes. Het is allemaal prachtig en dan kan het allemaal goed verwoorden. Maar toch zet hij zichzelf niet in dat groepje. Dat vond ik wel heel erg bijzonder. Er waren een aantal kandidaten, bijvoorbeeld Marije was als eerste van, oh, ik wil wel vragen stellen of ik wil wel antwoord geven. Nou, dan volgde eigenlijk René ook wel redelijk snel. Rocky had meteen ook zoiets van, nee, laat mij ook maar vragen stellen. Dus nou ja, goed, zo werd de groep een beetje verdeeld. Wat ik toch ook bij Splinter, want ik zie nu toch ook, zoals je misschien merkt, een beetje een Splinter, want ik vond dat meteen al een beetje typisch. Die vragen stellen, dat ging best wel traag. Denk je, want die lift gaat redelijk snel, dus het is van belang dat jij heel snel je vraag stelt. Maar soms was die lift al bij die knieën en dan kwam uiteindelijk die vraag. Dus ik vond dat ook Rocky en Splinter daar best wel tijd mee verloren, een beetje aan het treuzelen waren. Dus dat vond ik best wel verdacht, zowel bij Splinter als bij Rocky. Als je nou als mol in die lift staat, natuurlijk kan je een beetje met die antwoorden kloten, maar ik kan me ook wel echt voorstellen, als je daar eenmaal staat, 30 seconds, een van mijn favoriete spellen, als ik het eenmaal speel, ik krijg ook altijd een soort blackout dat ik gewoon geen antwoord meer kan geven. Je bevriest een beetje. En dat gebeurde natuurlijk bij Joshua ook. Ja, die bevriest volgens mij bij elke opdracht, want dat gaat een beetje rommelig. Maar dus ja, dat ging bij niet iedereen heel erg goed. Charlotte was ook aan het kloten. Marije, die vindt gewoon dat ze altijd alles goed doet. Dus, bij mij ging het heel goed. Ja, een kledingstuk met een S. Sjaal. Nou, zo heel goed ging dat niet helemaal aan Marije. Maar goed, wij zien natuurlijk maar een klein stukje. Maar dus dat viel mij toch wel het meeste op in deze opdracht. Splinter, waarom wilde jij per se daar de vraag stellen om dan vervolgens ook nog een beetje te treuzelen en dan de andere kandidaten in de lift zeggen, ja, kom op, kip, je hebt het echt heel goed gedaan. Dan denk ik, nou, vind jij ook typisch, Splinter? Ja, de foto tentoonstelling opdracht. De kandidaten moesten foto's maken die hun medekandidaten verbeelden. En Splinter, de penningmeester, die mocht de jury uitkiezen. Nou, hij koos voor Charlotte en Marije, zij zijn de jury. En de andere 5 kandidaten die gingen de stad in om dus zoveel mogelijk foto's te maken. Waarvan je denkt van, nou, dan moet ik echt denken aan Rocky of aan Splinter of aan Marije.
Die foto's maken, ja, voor een mol is het denk ik ook wel lekker. Nou ja, eigenlijk kan de mol op twee goede posities zitten. Zowel in de jury, maar ja, die is gekozen door iemand. En het foto's maken, want je kan natuurlijk de meest vage, rare, gekke foto's maken. En dat gebeurt toch ook wel vaak. Vooral tot Splinter weer. Want die maakte eerst een foto van een soort standbeeld met een bak waar er water uitkomt. Nou, dat moest dan Joshua zijn. Geen idee. Nou, dan maakt hij ook nog een foto van een beertje. Zo met het oor slechthorend. René. Nou, ik vond het vrij ingewikkeld. En hij maakt dan ook nog een foto. En ik quote hem even. Gaan ze niet begrijpen, maar ik ga hem toch maken. Maar waarom zou je een foto maken als je bij voorbaat al weet dat gaan ze niet raden? Dan ben je toch expres een beetje aan het kloten, Splinter. En Splinter niet alleen hoor, ik vond René ook. Die was eigenlijk wel lekker bezig met de eyeliner. Maar die ging dan ook een foto maken van een trashcan. Ja, dat is Joshua. A, het is vrij onaardig. En B, trashcan. Ja, nee, en Rocky dan ook wel weer met een tafereeltje. Nou ja, er werden wat dubieuze foto's gemaakt, vond ik. Dus ze hebben het de jury best ook wel moeilijk gemaakt. Maar er zaten ook wel hele goede foto's tussen. Oh ja, die van Marije was natuurlijk allemaal redelijk makkelijk. Een kruis, ja, gelovig. Dus dat wist eigenlijk meteen iedereen. Ja, de jury, daar gebeurde volgens mij niet zo heel erg veel. Ze hebben dat eigenlijk gewoon heel goed gedaan. Vooral Marije zat daar bovenop. Die wist het eigenlijk meteen. Dus ze hebben daar heel veel geld mee verdiend. Charlotte, ik zag wel een beetje aan Charlotte dat ze daarvan baalde. Want ze wilde nog even... Nee, we moeten nog even nadenken. Even nadenken. Ja, dan draai nog maar een bordje om. Maar ja, dus Charlotte, die was in die jury, vond ik een beetje aan het treuzelen. Misschien balen ze wel. Ik denk ook dat misschien de kandidaten, de mol, sowieso een beetje het vizier hebben. Want de mol heeft niet zo heel veel kunnen doen, denk ik. Misschien baalt de mol wel een beetje. Opdracht 3, ja, de Expeditie Robinson opdracht, zo noem ik hem gewoon maar eventjes. Ja, kandidaten en mol zijn water en vuur. Wat ziet mijn ogen? Meteen de outfit van Marije Knevel, een zeeblauwe trui aan met vuurrood haar. Zij is gewoon water en vuur. Ja, nou goed, dat even geheel terzijde. Die opdracht, ik vond het typisch. Maar ja, goed, de opdracht, leuk hè. Ja, de kandidaten moesten kokers verzamelen. Daar hebben ze vuur voor nodig om dat te doen. Ze moeten een vlot gebruiken. Nou, dat vlot zit geankerd. En ze moeten dat eerst los zien te krijgen om de juiste kokers uiteindelijk naar beneden te krijgen. Een toffe opdracht. Ik zie wel meteen ook dat heeft iedereen gezien, want René is dan toch weer een beetje aan het vertragen, treuzen, ze krijgt het allemaal niet los, dat hele touw in de knoop, terwijl iedereen met een gemak dat touw los krijgt, behalve dus René, die krijgt het allemaal niet zo los, komt Rocky er nog bij, die zegt, met deze sleutel, nee, die heb ik al geprobeerd, nou. Rocky probeert het in één keer, krijgt het meteen heel erg los. Dus is René daar nou expres een beetje aan het verkloten? Ja. En waarom staat Splinter eigenlijk op het droge? Kan hij niet zwemmen? Wil hij niet zwemmen? Was hij zijn zwembroek vergeten? Is hij de mol? En mol houden niet van water? Ik weet het niet. Ik vond het jammer dat wij dat niet hebben meegekregen als kijker. Van waarom hij nou als enige op het droge staat. Wat mij ook een beetje opviel is Joshua. Niemand vertrouwt Joshua. Heel veel mensen zitten op Joshua. En toch wordt hij op die positie gezet van het geld. Opeens vertrouwen ze hem wel. Ik vond dat er ook lang onder water kan blijven. Maar je hoeft helemaal niet lang onder water te blijven. Want je kan gewoon ademen onder dat vlot. Dus. Maar goed, hij staat dat toch wel. Stel dat Marije de mol is. Dat is gewoon even een gedachte. Misschien wil zij natuurlijk ook op dat vlot. En dan is natuurlijk de keuze met Joshua geweldig. Want Joshua, ja, iedere opdracht die hij doet, gaat niet per se heel goed. Hij is een beetje rommelig, hij is verstrooid, hij speelt een beetje de mol. Want ik vind niet dat hij de mol is. Dus, dan is het voor Marije die dan... Stel, de mol is natuurlijk wel lekker om met zo'n kandidaat op zo'n positie te zitten. Alleen, ik weet niet wat Joshua heeft geslikt, want hij was haarscherp en hij had het helemaal door. Dus ja, misschien kon de mol ook gewoon niet zo heel veel meer doen, want dan zou het te veel opvallen. Maar goed, toen kwam Charlotte om de hoek. Die vertrouwde er niet, wat ik snap.
En die is als enige daar naartoe gezwommen. Ik vond dat wel een hele goede actie van haar. Van ja, wacht eens even. Ik ga het gewoon eens even checken of dat klopt. Nou ja, goed. Dat zij niet helemaal snapte. Voilà. En zij riep van nee, nee, dat is niet goed. We moeten misschien nog een kokertje. Maar Marije ging daar in eerste instantie in mee. Die zei van, oh, nou, dan moeten we nog maar eens een kokertje gaan. Nee, er hangt daar nog plusgeld. Die ging daar gewoon in mee. Nou, toen zei Joshua, nee. Uiteindelijk hebben ze het zo gelaten. Uiteindelijk, toen alles rond was gemaakt met Rick, toen zei Charlotte nog zo van, ja, sorry, ik heb het verkeerd gezien. En toen zei Marije, nee, dat deed jij erom. Dat ik denk van, oh, nu dat deed je erom, maar je ging wel met haar mee, hè? Dus Marije, die schrijft altijd een beetje zo de schuld op iemand anders. Ja, maar jij deed dit, ja, maar jij deed dat. En zelf doet het allemaal hartstikke goed. Nou, Marije, ik hou je in de gaten. Want ik vertrouw je toch niet. Oh, ik weet het niet, hoor. Ja, Splinter en Marije waren voor mij in deze aflevering toch wel echt de meest... Die deden de meest verdachte, gekkere dingen. Vonden jullie dat ook? Of hebben jullie nog andere dingen gezien? Ja, ik vind het heel lastig, want ik zat helemaal niet op Marije en Splinter. En nu hebben ze... Ik moet een beetje schakelen. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jullie hebben gezien en op wie jullie zitten. Laat het hier weten, hieronder. En dan ga ik dat allemaal lezen. En dan zien we elkaar volgende week natuurlijk weer terug. Dat is toch aflevering 5. Oh, het gaat snel. Ja, tot volgende week.